Welkom op deze video. Op deze video zal ik laten zien hoe je de systeemnaam kan veranderen van je computer. Ik heb hier een device name. Daar staat nu Satellite L755D. Die wil ik gaan veranderen. En dat is makkelijk te doen via de terminal. Ik ga een terminal openen en dat kan ik op twee manieren doen. Ik kan hier linksboven kan ik naar de zoekbalk gaan en ik tik in term. En dan heb je hier een icoontje van de terminal. Die kan je op deze manier openen. Een tweede manier om een terminalvenster te openen is met de linker control en Alt-toets, die moet je tegelijkertijd ingedrukt houden, Ctrl-Alt. En dan tik je de T aan en dan wordt er ook een terminalvenster geopend. Dat is de tweede manier om dat terminalvenster te openen. Goed, we gaan nu even de systeemnaam veranderen. Dan moet ik naar de directory etc. Dan ga ik eerst, doe ik cd. /etc en dan staat er een file in die heet hosts. Even kijken. Dat is deze file hosts. Die ga ik veranderen. Dus dan ga ik even intikken. Sudo. Dan heb ik administratorrechten. En dan gedit. En dan tik ik in de filename hosts. Moet ik het paswoord ingeven. Oké. Dat is niet goed. Host. Ook niet. Nou, dan weet ik het niet. LS. Host name. Sudo gedit. Host name. Hier staat de naam. Hier staat device name, ook wel genaamd host name, en die ga ik veranderen. Dan maak ik hiervan Toshiba. Ik heb een SSD schijf, dan maak ik hiervan Toshiba. SSD. Moet het even opslaan met save. En als het goed is, heb ik het nu gewijzigd. Oké, nou, dat is gelukt. Als ik nu de computer afsluit en opnieuw opstart, dan zal je zien dat deze device name, de host name, verandert is in Toshiba SSD. Oké, we gaan het even opnieuw proberen. Ik heb nu de computer opnieuw opgestart. En ik ga even kijken hoe dat nu is met de device name. Even naar details en ik zie dat het nu veranderd is in Toshiba SSD. Dus nu zijn andere veranderingen doorgevoerd. De device name is veranderd en de device name staat dus in de file. Even kijken, even een nieuw terminal scherm openen. CD ETC LS en dat was
in de file hostname. En zo simpel kan je dat nu wijzigen. Oké, nou, ik hoop dat je wat aan deze video hebt gehad. En bedankt voor het kijken. En tot aan de volgende video maar weer.